Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe DC animatiefilm Batman en Superman Battle of the Super Sons. Dit is dus een nieuwe animatiefilm die zich blijkbaar niet afspeelt in de Tomorrowverse die begonnen is met Superman Man of Tomorrow. Dit is gewoon het begin van een nieuw universum, denk ik. En je merkt het ook wel gelijk in de animatiestijl, want heel deze film is dus met 3D CGI animatie gedaan in plaats van de ouderwetse 2D stijl. En ik moet zeggen dat het er wel prima uitzag, vooral tijdens de actiestukjes konden ze er wel gewoon gebruik van maken. Maar met een titel als Battle of the Super Sons dacht ik dus eigenlijk dat Jonathan Kent, de zoon van Superman, het zou opnemen tegen Damian Wayne, de zoon van Batman. Maar het blijkt dat de Super Sons meer gewoon een team is. En ze hebben dus aan het begin wel een beetje meningsverschillen en zo, maar uiteindelijk leren ze samenwerken en daar kunnen ze dus in de toekomst nog mee doorgaan. Maar de film wordt eigenlijk grotendeels verteld vanuit het perspectief van Jonathan Kent, de zoon van Superman dus. Die wordt ingesproken door Jack Dylan Grazer, die ook Freddy Freeman was in Shazam, geloof ik. Daar was hij dus ook al een beetje een fanboy. En je merkt dat de persoonlijkheid van Freddy Freeman en Jonathan Kent dus niet heel erg van elkaar verschillen. Dus hij is wel gewoon heel goed gecast voor deze rol. En omdat Jonathan Kent juist heel erg naïef en optimistisch is, is het ook wel een mooi contrast met Damian Wayne, die dus opgeleid is door de League of Assassins en een beetje bitter is. Maar Damian Wayne komt pas eigenlijk na ongeveer een half uurtje de film in. Daarvoor richt ze zich dus echt vooral op Jonathan Kent. Sterker nog, het begint daarvoor met de origin story van Superman. Dus we beginnen gewoon op Krypton. En het was dus ook wel opvallend om dat te zien, omdat we het ook recentelijk nog gezien hebben in de Super Pets film. Maar op zich kunnen beide versies wel gewoon mooi naast elkaar bestaan en kan je ze niet echt vergelijken. Want de Super Pets film was dus ontwikkeld voor de bioscoop. Deze is gewoon een DVD-uitgave. Maar Crypto de Superdog komt ook nog een keertje voorbij tijdens deze film. Dus als je wel een groot fan was van de Super Pets film, dan heb je dat ook nog om naar uit te kijken hier. En ja, net als in de Super Pets film worden Batman en Superman en de rest van de Justice League dus eigenlijk een beetje uitgeschakeld. En wordt het dus aan het kleinere team overgelaten om het op te lossen. En terwijl ze in de Super Pets film dus mind-controlled werden door een soort van hamster, is het in dit geval gewoon de klassieker Starro. En we hebben Starro ook al gezien in de Suicide Squad dus, maar deze versie was wel wat meer familievriendelijk. Want deze film is ook gewoon voor heel de familie. Maar dat was wel een toffe dreiging, omdat Starro natuurlijk ook gewoon de Justice League kan besturen, waardoor Batman en Superman het dus moeten opnemen tegen hun eigen zonen. En Superboy heeft ook wel echt een arc door deze film heen, want aan het begin van de film weet hij niet eens dat zijn vader Superman is, en we zien hem dus langzaam een beetje zijn krachten ontwikkelen tijdens de film. De film is ook wel verrassend goed geschreven voor zo'n DVD-film. Er zat ook best wel wat leuke humor in, en de stemacteurs die leveren dus ook wel op dat vlak. Dus ja, het is gewoon een simpel verhaaltje. Het zijn altijd korte films, die animatiefilms van DC, maar ik denk wel dat deze het kijken waard is. Het is niet per se een van de beste, maar ze hebben ook zeker wel slechtere gehad dan deze. En als ze dus besluiten om hierop door te bouwen en een nieuw universum te maken wat zich wat meer richt op Damian Wayne en op Jonathan Kent, zou ik daar op zich ook wel gewoon voor openstaan. Want het is hier dus ook nog gewoon een jongere versie van Jonathan Kent, dus ze gaan nog niet echt in op het hele gay Superman aspect, maar misschien kunnen ze dat dus in een latere film dan doen. Maar ja, wat mij betreft is Clark Kent gewoon de enige echte Superman, dus hij kan de titel wel doorgeven aan Jonathan Kent, maar die zal voor mij altijd Superboy blijven. En ja, als je dus de Superman en Lois serie gezien hebt, dan ben je dus ook wel een beetje bekend met de dynamiek tussen Superman en Superboy. En dat hebben ze dus ook wel mooi overgezet naar deze film, ondanks dat Jonathan Kent dus een stukje jonger is dan in de Superman en Lois serie. Maar ja, al met al dus best wel een geslaagde entree. Laat me weten als jij hem ook gezien hebt wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.